Ik ben Calvijn, inmiddels misschien bekend als YouTuber, maar ik ben geboren en getogen op een boerderij. In samenwerking met Rabobank neem ik mijn bekende vrienden één dag mee naar een boerderij om erachter te komen of ze zich staande weten te houden op het platteland. Geen glitter en glamour, maar koeien melken, trekkerijen en van dichtbij zien waar ons voedsel vandaan komt. Dit is BN'ers op de boerderij. Kijk, ik bedacht deze show een beetje in het kader van oké, dan gaan we de celebrities even een keer naar het platteland halen. Maar ja, ik zal je eens meenemen inderdaad. Dit is Lars, beter bekend als Snelle. Ik denk toch wel de snelst opkomende artiest van ons land. Deze hitmachine mag dan wel de man op de reunie zijn, maar is hij ook de man op de boerderij? We gaan het zien. Nou, kijk waar we beland zijn. Kijk eens. Delers trots. Dit wordt geweldig. Aardbeien, here we come. Jannes. Dit is boer Jannes, 24 jaartjes jong en fruitkweker in Tricht. Hij verbouwt per jaar zo'n 10 miljoen aardbeien, 5 miljoen frambozen en 40 miljoen rode bessen. Dat is niet normaal. Ik ben Calvijn en dit is Lars. Lars, ook al bekend als Snelle. Wat ik leuk vind aan jou, naast het feit dat je ons vandaag wil verwelkomen, is het feit dat je 24 bent. Hoe oud ben jij? 24. En ik ben ook 24. Dus we zijn eigenlijk gewoon even met de mannen op stap vandaag. Voordat we aan de slag gaan, ik heb wel nog een cadeautje. Oeh. Oh, wat vet. We gaan eens even omkleden. En dan get to work. Let op, dat doen we zo'n TikTok. Wow, man. Fucking harde outfit. Hij is te klein. Oké, wat gaan we doen, Jannes? Zeg het. We gaan kisten klaarzetten. Kisten klaarzetten? Ja, we gaan kisten klaarzetten. Ja, dan moeten we hem daarheen. Oh. Kijk wat we zijn, man. Kon jij eerder aardbeien plukken of eerder lopen? Ik denk eerder aardbeien plukken. Oké, we zijn er. Leg het uit. Ik pak 5 kisten en die moeten op de kar. Oh, jongen. Luister je wel eens Q-music? Ja, soms. Er is nu zo'n nieuwe DJ dat jullie heet? Nee. Braam Krikken. Het was een woordgrap. Oh, Braam Krikken. Kijk, nu vindt hij hem leuk. Dit zijn wel zijn donkere kratjes. Jij geeft toch altijd kleur aan het krat. Oh ja. Moeten we nog iets doen? Zullen wij gaan? Oké, Jannes, wat gaan we doen? We gaan in 10 minuten zoveel mogelijk frambozen plukken. En de tijd start? Nu. Oké. Kijk, je hebt een mooi stuk. Hé, man, ik heb helemaal de verkeerde kaan, joh. Ze zeggen altijd dat het goed is om seizoensfruit te eten. Waarom is dat zo? Kijk, buiten het seizoen dan wordt het geïmporteerd. Dus dat is sowieso niet heel milieuvriendelijk. Wat is het frambozenseizoen een beetje zo? Van augustus tot eind oktober. Want als je in de winter een frambozen eet, nee, dan is het waarschijnlijk geïmporteerd. Deze? Maar kijk, die doen ook over. Ze zijn zo groot. Welke? Oh nee, kijk even verkeerd. Hey. Nee. Wat heb je? Jeetje, heb je nou. Hallo, die moet je opvreten. 10 seconden. 10 seconden. 3, 2, 1. Alle lucht. Degene met de minste grammen mag een kutklusje doen. Daar zo echter staat onkruid en dat moet eruit getrokken worden. We beginnen met Lars. 420. En die van mij, hoeveel zijn het er? Au! Nee, dat kan toch niet? 1 framboos had het verschil gemaakt. 10 gram. Ja, dan mag jij toekijken. En stories maken. Ja, dat wou ik net zeggen. Dat gaat geen Instagram worden hoor. Oh, mijn ouders, jongen. Mijn familie zal trots zijn. Kijk, je hebt 2 groepen mensen volgens mij. In jouw geval. De mensen die jou gewoon nice vinden. En dan heb je de groep mensen die zeggen van... Hij was ooit hard, man. Maar hij heeft hiphop gebruikt om commercieel te worden, man. Ja. Nee, ik fok niet meer met hem, man. Ik kan niet rappen als ik dat niet voel of zo, toch? Maar ik kan ook niet zingen als ik dat niet voel of zo. Zeg maar, vroeger stonden wij op de skatebaan naar Mac Miller te luisteren. Ja. En daarna blowen en naar huis en muziek maken en dat werd hiphop. Ja. En nu spreek ik af met vrienden
gaan we de hele avond dineren en wijn drinken en luisteren we John Mayer. En rijd ik naar huis en denk ik, hey, ik heb zin om een goede gitaarsolo te maken. Dat is gewoon het verschil. Ja, ja, ja. Nou, dat is goed uitgelegd. Jij hebt mij wel eens gezegd, en dan moet je eerlijk zijn, dat de reunie nu eigenlijk helemaal geen leuk liedje meer vindt. Ik vind het wel gewoon vet. En natuurlijk vind ik het vet wat daar allemaal rondom die track gebeurd is. Tuurlijk vind ik dat vet. En dat is denk ik iets waar ik het over 30 jaar nog over heb. Maar songwriting technisch en het liedje zelf ben ik gewoon doorontwikkeld. En denk ik, nou, dit is niet meer wat ik nu zou maken. Dat gewoon. Als het een wedstrijd was, had ik gewonnen. Die voor mij zijn lekkerder. Zijn moeder gisteren ook. Ik ga echt niet. Wat heb je nou weer bedacht, Kel? Het is aan jou, het is aan jou. Ik heb hier allemaal stukken eten. Jij mag hier al het Hollandse spul neerleggen, deze kant, en daar al het geïmporteerde spul. Kijk, deze beauties, die hangen natuurlijk hier. Dus deze worden in Nederland. Oké, dat is Nederland voor jou, Kel. Dit is Nederland. Ja. Oké. Okay. Dit is sinaasappel. Ja, dat lijkt me toch Spanje of zo, toch? Bananen. Ja, dat lijkt me ook warme landen. Kiwi, dat is een... Mango is dit toch? Lekker bos in ook. Peren, dat zie ik hier nog wel gebeuren. Limoen. Appels. Nou, dit komt uit Wina's keuken. Die hier. Jannes, heeft hij er één goed? Ja. Goed gedaan, jongen. Heeft hij alles goed? Ja. Nee. Ja. Nee. Dat was de quiz. Ja, niks verspillen, jongen. We willen anders gewoon gaan racen. Ja! Ja! Drie rondjes. Degene met de snelste tijd wint. En we willen allebei winnen. Weet je zeker? Ik weet het zeker. 3, 2, 1. Let's go! Wat neemt hier nou een rare buitenbocht van? Oké, ik heb het idee dat je soms beter even kan remmen. Kijk, hier ook gaat hij weer uit de bocht. Ah! Hey, toi toi toi, tijger. 3, 2, 1, go! Hij heeft een blik alsof hij wil winnen, maar hij is net daar even in de mist gegaan. Dus ik heb wel vertrouwen dat ik dit moet kunnen winnen. Lekker maat! Kijken wie er sneller is. Wat was mijn tijd? 2 minuten 46. 2 minuten 46 voor mij, oké. Okay. Lars, als jij langer dan 2 minuten 46 erover hebt gedaan, dan mag je deze quad schoonmaken. Nee, flink al. Als je korter was dan 2:46, dan mag ik het. Ja, oké, okay, is goed. Dan moet ik zeggen, maar wat is de tijd van Mr. Snelle? 2 minuten 57. Pa, pa, pa. Ai, ai. Hier zit nog een plekje. Daar zit ook een plekje. Dat ding is nog nooit schoon geweest. Hoe ging dat liedje, die eerste hit van jou ook alweer? Want ik voel alleen maar... Love in my quad. Love in my quad. Ik ben helemaal goor, man. Maar maakt niet uit. Boeien. Allemaal leuk, al die fysieke activiteiten, maar we proberen jullie nou ook eens een keer wat bij te brengen. En dat is onder andere het hele idee van de korte keten. Dat heb je natuurlijk nog nooit gehoord, dus dat ga ik je even uitleggen. Kijk, je kan of aardbeien maken en frambozen en dat dan in een boot stoppen en dan de wereld over laten gaan en nog in 15 vrachtwagens en dat is allemaal slecht voor het milieu en uiteindelijk komt het eens een keer ergens terecht. Of je fixt die korte keten en dat is gewoon dat je het hier plukt en dat vervolgens iemand anders het gewoon hier komt kopen. Ze hebben dat hier, in de vorm van een automaat. Dit is de allerkortste keten die er bestaat. Korter bestaat niet. Korter bestaat niet, nee. 2 euro, joh, nog goedkoper dan in de supermarkt. Nou denk je natuurlijk,
al dat fruit wat we vandaag hebben geplukt. Waar gaat dat naartoe? Nou, dat weet Lars. Dat gaat nu naar een sorteercentrum. Daar wordt het nog even gesield. Daar wordt het gewogen. Naar de veiling. Veiling was genoeg. Dus al die aardappels en bieten, waar gaan die nou naartoe? Oh nee, al die frambozen, al die aardbeien, waar gaan die nou naartoe? Nou, daar heeft Thomas Akda het antwoord op. Ik zal even bellen. Hi Lars. Thomas, ik zit op dit moment in Lotto Weekend Millionaires. Op het moment dat frambozen en aardbeien bij een fruitboer geplukt worden, waar gaan ze dan aan het einde van de dag naartoe? Ik sta op de set. Ja, ik ook. Oh ja, nou goed, iedereen moet maar wachten. Ik zou zeggen naar de koelcel. Is niet goed. Nee, is niet goed, Thomas. Het is niet goed. Wat was het? Naar de veiling. Nu word je geen miljonair. Nou, misschien alsnog, maar dat op een andere manier. Als dankjewel. Je geld alleen last, dan hoor ik het wel. Excuus. Nou, naar de veiling dus. Ja, wij hebben hier twee pallets frambozen. Oké, fantastisch. Dag. Hij was een beetje kort af. Wat heb je bij je? Oh, ik heb komt drie vandaan, doei. Het is heel zakelijke business is dit. Weinig ruimte voor small talk. Dag meneer. Hoe maakt u het? Gaat dit nou allemaal naar Nederlandse supermarkten? Ja, op dit moment wel, ja. Ik heb nog een cadeautje voor je. Het certificaat met de vraag, dit snelle survive this farm. Survive? Ik heb me kostelijk vermaakt. Bij deze willen we boer Jannes bedanken dat hij het aandurfde om een bekende Nederlander toe te laten op zijn boerderij. Want dat is natuurlijk spannend. Ja, ik denk dat ik het niet nog een keer doe. Jij bedankt voor het kijken. Rabobank bedankt voor het supporten van de boeren in Nederland. Jullie bedankt voor de gezelligheid. Volg deze gasten op Instagram. Tot de volgende keer.